Welkom bij de serie Publieke Intellectuelen, een serie waarbij we een hedendaagse schrijver vragen om een nieuw essay te schrijven over een publieke intellectueel uit de vorige eeuw. En dit keer is dat Franca Treur, die geschreven heeft over Anna Blaman. Fijn dat u meekijkt en fijn dat u hier allemaal bent. Ik wilde net al eventjes iets tegen u zeggen, maar toen begonnen we al. Ik wilde eigenlijk vertellen dat ik u niet aankijk, omdat ik begin bij de kijkers thuis. Was eigenlijk heel ongezellig is, want het feit dat u hier bent fysiek is voor mij en voor de sprekers altijd heel waardevol. Anna Blaman vanavond. Ik ga haar kort introduceren. Daarna, Franca, ga ik jou introduceren en lees jij het essay wat je hebt geschreven en wat ook in De Groene verscheen afgelopen week voor. En daarna gaan we in gesprek met Marja Pruijs over Anna Blaman, haar werk, jullie werk, de thema's uit haar werk en wat jullie daarvan denken. Anna Blaman was het pseudoniem van Johanna Petronella Vrucht en zij leefde van 1905 tot 1960. Haar romans deden stevast stof opwaaien en naast haar fictie vallen ook haar essays op. Deze zijn allemaal terug te lezen, of bijna allemaal geloof ik, op de DBNL. Doe dat ook vooral. Met zeldzame openheid verkent ze gevoelige thema's, eenzaamheid, schuld, angst, liefde, haat. Ze debuteerde in 1941 met Vrouw en Vriend en in 1948 verscheen Eenzaam Avontuur. En door Simon Vestdijk werd dat boek een meesterwerk genoemd, maar niet iedereen was er even positief over, want er stonden een aantal expliciete homoerotische passages in. Dat leidde tot veel gedoe en onder andere werd haar een schijnproces aangedaan. Maar ondanks al die dingen groeide ze voor een groot deel van Nederland toch uit tot een voor- en een boegbeeld. Ze stierf jong, 55 jaar oud was ze. En na haar dood verschenen nog de roman De Verliezers, nagelaten werk en een bundeling van publicaties onder de titel Verhalen Anna Blaman over zichzelf en anderen, poëzie, artikelen en lezingen. Dat is Anna Blaman in een notendop, maar eigenlijk het echte interessante gaat Franca Treur nu over haar vertellen. Franca Treur studeerde Nederlands en literatuurwetenschap in Leiden en ze schreef onder meer de roman Dorstvloer vol confetti, waarmee ze de Selecties Debuutprijs en de Jan Bruinsprijs won. En ze schreef ook de romans De Woongroep, Hoor nu mijn stem en Regieaanwijzingen voor de liefde. Naast korte verhalen, essays, columns en onlangs verscheen dit, en ik zat net te twijfelen, ik zou het zeggen een novelle. Hoe noem je het zelf? Ik vind het prima. De novelle De Golf. Waar het is we het eerst ook een feuilleton. Oh ja, dat is waar natuurlijk. Het is verschenen in NRC. Ja. Ja. Waar we het ook nog over zullen hebben. Franca, aan jou het woord. Anna Blaman en ik. Gelukkig zijn is meespelen vanuit je eigen dierlijke vitaliteit of je vergeten aan de warme oppervlakte van de ander. Maar hoe mee te spelen als je eenzaam en ingetogen was en een wijd voorhoofd had waarachter waarheidsdrift leefde en kritiek op het leugenspel des levens? Deze zin uit Anna Blamans Eenzaam Avontuur uit 1948 geeft het levensgevoel weer van Berthe, een bijfiguur in het verhaal van de intellectueel Bart Costa, die zijn vrouw kwijtraakt aan een ordinaire kapper en die aan zijn jaloezie onderdoor gaat. Van dit boek zegt Blaman dat het een getransponeerde persoonlijke ervaring is en dat ze zelf Costa is. Het is geen geheim dat Blaman een relatie had met een verpleegster die na een tijdje verliefd werd op een dansleraar. Net als in Blamans andere boeken is het een hetero man die stem geeft aan haar eigen liefdesgevoelens en aan haar eigen jaloezie. Dat het boek in het naoorlogse Nederland toch opschudding veroorzaakte om zijn passages over homoseksualiteit komt onder meer door de aanwezigheid van deze Berthe, die ook een beetje met de vrouwelijke hoofdpersoon flirt, zonder dat er verder iets gebeurt. Die maatschappelijke opschudding is dan ook niet meer echt na te voelen. Hoe zit dat met haar definitie van geluk? En hoe lees ik een mensenleven later haar werk? Eerst het idee dat je alleen in de liefde gelukkig bent. Welke literaire schrijfster maakt dat nog het grondthema van haar werk? Omdat Anna Blaman op zo'n literair voetstuk staat, werd ik eerlijk gezegd bij het lezen een beetje verrast door het damesromanachtige.
Naast alle diepe psychologische observaties en inzichten die haar werk ook biedt, tref ik bijvoorbeeld leutige dialogen tussen een verpleegster en haar vriendin in De Verliezers, wanneer ze samen zitten te eten en te scrabbelen. Schrijf maar eens mooi over een spelletje Scrabble. Het is overigens ook tamelijk autobiografisch, als ik de zus van Anna Blama mag geloven. Die memoreert dat in haar boekje. Waarom, vroeg ik mij af, gaan al haar boeken eigenlijk over de liefde? Het antwoord op die vraag krijg ik in haar essay Erotiek in de literatuur. Daarin zegt Blaman dat schrijvers het hebben over de dingen die hen werkelijk bewegen, op een waarachtige en strikt persoonlijke manier, met dien verstande dat die in het kunstwerk zijn opgeheven tot anoniem menselijk belang. Voor haar lijkt een schrijver op je beste vriend. En wat doen hele goede vrienden? Precies, altijd hetzelfde. Men vertrouwt elkaar het geheim toe van zijn liefdeleven, van het ontbreken of van het bestaan ervan. Eerlijk, zonder taboes en strikt persoonlijk. In de literatuur gelden ook geen taboes, alleen nog maar de wetten die het harmonisch geordende kunstwerk in zichzelf stelt. Blaman ziet kunst als een voorpost van geestelijke bevrijding, omdat het bekende conventionele patroon van seksuele opvattingen doorbreekt. En dat levert de kunstenaar boze reacties op, want het is gemakkelijker om op grond van conventionele gemeenplaatsen precies te weten wat al of niet zedelijk is, dan dat consentieus voor jezelf uit te maken. Haar boeken gaan niet over homofilie en al helemaal niet over homoseksualiteit. Ze schrijft over liefde in het algemeen, waarbij je voelt dat ze uit haar eigen leven peurt. En zo moet het ook, vindt ze. Toch blijkt uit alles dat ze ook heel erg beïnvloed is door haar tijdgenoten Sartre en de Beauvoir. Haar levensbeschouwelijke opvattingen zoals ze die in haar werk presenteert zijn nauw verwant aan het naoorlogse literaire existentialisme. De existentialist maakt onderscheid tussen alleen maar zijn, zoals een boom alleen maar is en geen bewustzijn heeft, en een vorm van zijn die je als mens via transcendentie kan en moet zien te bereiken. Door jezelf via autonome handelingen uit te drukken. Het grote probleem voor de autonomie vormen mensen die je niet onberoerd laten. Bijvoorbeeld in vriendschappen, wanneer je in het gezelschap van steeds een andere vriend zelf ook steeds een beetje iemand anders bent. Zoals zo mooi verwoord is in Eenzaam Avontuur, de beschrijving van vier meisjes in een vakantiehuisje die boodschappen nodig hebben. Die boodschappen, daar gingen we met z'n tweeën voor en twee in alle mogelijke combinaties. En dat zijn zes vijandelijke leaks in geestelijke actie tegen de thuisblijfsters. Die thuisblijfsters die slepen ook de gifpijlen der analyse en spanden ook de bogen der kritiek. Ja, het is een heel verkorte versie, maar het is een leuke passage in Eenzaam Avontuur over die vier meisjes. En ik heb gewoon een paar zinnen uitgepikt omdat het te lang werd anders. Maar dat is echt een leuk stuk om na te lezen. In de liefde is die autonomie nog een veel grotere opgave. Wat als je slaaf bent van je driften en je bereid bent alles te doen wat een ander wil? Als je iemand aanbidt zoals je een god aanbidt? Als je gek wordt van jaloezie, zoals dat bij Blamans personages niet zelden het geval is. In de woorden van Blaman in Eenzaam Avontuur: ik kan willen wat ik ook maar wil, zolang ik maar alleen ben. Blaman lijkt te vinden dat je moet proberen je niet echt te laten raken door afwijzing, minachting of onbegrip. En dat is uiteraard een moeilijke opgave. De meeste mensen presteren slechter wanneer ze vernederd worden en bloeien op bij vriendelijkheid en lof. Blaman laat in haar werk de zwaar verliefden stevast verliezen. Ze verliezen hun object van begeerte, lijden daar verschrikkelijk onder, maar wat ze winnen is zichzelf. Ze zijn een mens geworden in de wereld. En de wezenlijke toestand van de mens is eenzaamheid. Zoals Berthe verwoordt in Eenzaam Avontuur: je bent jezelf, je bent alleen. Al wat gebeurt is dat je soms iemand ontmoet die je vervult met fantasieën, geboren uit een eenzaam, hongerend verlangen, meer niet. Een briljante hallucinatie dus, de liefde. Toch blijft die voor Blaman een obsessie. Daarom is die vergelijking zo goed tussen een schrijver en een goede vriend. Want wat doet een vriend die het zwaar te pakken heeft, die kan er niet over ophouden. Die wil de kleinste details doornemen, op zoek naar de betekenis ervan. Die herhaalt zichzelf en praat in de clichés der verliefde. In het essay Angst en Uitzicht noemt ze de liefde zelfs een waarde zo groot dat ze uitzicht kan geven in een situatie van doodsangst.
Haar voorbeeld is het verhaal van twee Franse zusjes in het concentratiekamp, van wie de een voor de gaskamer werd geselecteerd. Haar zusje liet haar niet in de steek, maar bleef vrijwillig bij haar in dat afschuwelijke moment, in een niet te ontduiken impuls van liefde, ook al kostte dat ook haar eigen leven. Als het om het eigen hachje gaat, drijft angst tot lafheid, verraad en verloochening, zegt Blaman, tot al het mensonwaardige dat in elk mens leeft. Alleen de liefde kan het uitzicht geven op de juiste houding. Dit essay van haar laat zien hoe serieus ze het meent met haar onderwerp. Maar ook zie je hier goed hoe streng haar moraal is. Voor zichzelf, maar ook voor anderen. Haar werk lezen voelt regelmatig alsof ze een pistool op je hoofd zet. Personages worden nogal eens langs een meetlat gelegd van moraliteit, intellect, verfijning, de aanwezigheid van een zielenleven, wijding, gevoel voor schoonheid, voor abstractie, voor het bijzondere, dingen die er volgens haar werkelijk op aankomen. Ook hier klopt de metafoor van die vriendschap mooi. Goede vrienden nemen niet alleen hun liefdesleven zonder terughoudendheid door, maar alle gezamenlijke vrienden en kennissen om vast te stellen wie er nog bij hoort en wie niet. Blaman vindt iemand al snel karakterloos en dus lui. Bij zelfactualisatie moet je aan de bak. Het goede moet verwezenlijkt worden. Het begint me op te vallen hoe vaak Blaman mensen karakterloos noemt, of dom, of vroom als een bagijn. Een priester beschrijft ze als een zwaarlijvige man met pafferige wangen, waarin de paarse kleur van krinkelende adertjes aan lijkvlekken doen denken. Kleine middenstanders zijn kleurloos en bekrompen. Kan je dat begrijpen, laat ze een personage vragen na een filosofische monoloog. Om meteen daarna mismoedig te constateren, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk kan je dat niet. In Eenzaam Avontuur beschrijft ze een van de eerder genoemde vier vriendinnen als volgt. Ze was de minst ontwikkelde van alle vier en bovendien volkomen oninteressant. Ze kende geen problemen van belang. De wereld was precies zo werkelijk voor haar als die zich aan de waarneming vertoont en haar gevoel verachtte de dimensie van het mysterieuze, onverklaarbare. Wat ze waarachtig voelde, dat was haar slecht gebit. Haar hardheid treft me onaangenaam, vooral wanneer ze afgeeft op mensen uit de lagere klasse die ze soms amper als mensen lijkt te zien. Ik hoef niet diep in mezelf te graven om dat niet ontwikkelde boerenmeisje terug te vinden dat ik zelf ooit was. En ik protesteer. Wij wisten vroeger thuis ook schoonheid te waarderen, ook al hadden we een andere smaak. En we probeerden net zo goed in allerlei omstandigheden het goede te doen, al hadden we de definitie daarvan niet zelf overdacht en deelden we die met een heleboel. Ook de ideeën van Blaman zijn tenslotte niet strikt particulier. Maar ik moet toegeven dat ik weliswaar vol zat met gevoelens, maar weinig kon articuleren. En precies daar is Blaman zo ontzettend goed in. En ik was inderdaad onwetend en hing aan elkaar van normen en waarden die als feiten waren aangeleerd. En ook dat wist ik zelf niet. Ik had een zielenleven, om dat woord dan ook maar te gebruiken, dat tot een nok met godsdienst was gevuld. En ik weet dat ik tijdens het schrijven ook wel eens heb uitgedeeld. Bij het uitkomen van mijn debuut zei een van de inwoners van het dorp waar ik opgroeide, op camera, dat ik hen op de korrel had genomen. Het was de vader van een meisje bij wie ik vroeger wel over de vloer kwam. Alles wat ik me intussen eigen had gemaakt over nuances en literaire vormgeving, dat hele complexe verhaal dat de schrijver zichzelf vertelt, dat gold voor hem niet. En toen ik zijn verontwaardiging hoorde, gold het voor mij ineens ook niet meer. Ik schaamde me alleen maar een verrader te zijn. Later zou ik begrijpen dat onder meer de nuance de winst was van mijn vertrek uit het dorp. En, over nuance gesproken, ook in Blamans boeken is er één sympathiek personage dat minder ontwikkeld is. De uitzondering op haar strenge overtuigingen. Ik doel natuurlijk op de verpleegster die in haar verhalen opduikt. Zoals Driekje in De Verliezers. Een gewone willekeurige vrouw uit de provincie, uit de kleine burgerstand. Een doemens zonder conversatie. Maar hoe onontwikkeld ook, door de andere twee hoofdpersonen wordt ze aanbeden. Een van de twee denkt over haar. De hogere goden op de Olympus hadden haar die onopvallendheid, die schijnbare onbeduidendheid, meegegeven, zodat ze zonder gevaar tussen de mensen verkeren kon.
Misschien is het, naast de bakvissige passages en de inmiddels wel erg gemeengoed geworden opdracht, jezelf te zijn. Blamans harde blik naar de onderkant van de samenleving die haar werk voor mij wat gedateerd maakt. In recensies van haar werk uit de tijd van verschijnen werd er niets over opgemerkt. Sinds de zegentocht van eerst het marxisme, daarna het postmodernisme en in dit nieuwe millennium het populisme, zijn ook de intellectuelen het trivialisme gaan verheffen en is de gewone man, denk ruwe bolster, blanke pit, een gevierd personage. Zo openlijk neerkijken is misschien wel het nieuwe taboe. Dit alles zou misschien snel weer van mij zijn afgegleden als ik niet tegelijkertijd een tweet over mezelf had gelezen. Een lezer schreef dat mijn tweede roman dezelfde harde Gergem-mentaliteit had als mijn eerste boek en dat derhalve die eerste niet als een afrekening gelezen moest worden, maar als een product van mijn persoonlijkheid. Gergem staat voor gereformeerde gemeente en dat is een kerk die leert dat je als zondig mens voor eeuwig verdoemd bent, tenzij je tot de zeldzame uitverkorenen behoort. En God ziet en weet alles, laat geen zonde onbestraft en vrijwel alles is een zonde. Mijn zondebesef was grondig en ik beleefde dat niet alleen rationeel, maar ook emotioneel. Dit is hoe ik daar achteraf naar kijk. Een mens wil controle houden, dus je bent geneigd te denken dat je zelf verantwoordelijk bent voor je lot. En je denkt dus continu, het ligt aan mij dat ik verdoemd ben. Ik ben inderdaad slecht en je ziet dat bevestigd in je kleinste geheime gedachten. Het spreekt vanzelf dat wie in zichzelf niets moois ontdekken kan, dat ook bij anderen niet snel ziet. Bij Blaman ligt dat heel anders. Ik vermoed dat haar persoonlijke levensomstandigheden, haar ziekte, haar anders zijn, haar onbeantwoorde liefdes en de soms harde kritiek op haar werk die ze te verstouwen kreeg, haar sterkte in de idee dat een mens er alleen voor staat. En dat ze neerkeek op iedereen die nooit nadenkt over zichzelf in relatie tot anderen, op iedereen die zich verschanst achter religie, communisme of een andere vorm van comfortabel groepsdenken, geheel volgens de existentiële normen van toen. Zelf ben ik me er zeer van bewust dat er een ex-Gergemmer in mij schuilt. Maar juist omdat ik van dat akelige denken verlost ben en vaak haast niet meer begrijpen kan wat ik vroeger allemaal als zonde zag, geloof ik graag van mezelf dat ik van mijn personages houd in al hun kleinheid en menselijkheid, waar ze ook toe in staat zijn. Goed, misschien heb ik nog wel een ontwikkeld oog voor het al te menselijke. Misschien krijg je dat als je je ophoudt in een nieuwe omgeving vol onzichtbare codes die onopvallend dienen te worden afgekeken, terwijl je ook moet voldoen aan de eis van authenticiteit. Misschien word je een beetje wantrouwig wanneer je dingen altijd slechts vagelijk kent. Maar wanneer ik iets beschrijf van mensen die ik ken, iets wat elke schrijver doet, doe ik dat niet om met ze af te rekenen, maar om er een verhaal van te maken dat op een of andere manier orde brengt in de chaos van mijn eigen tegenstrijdige ideeën, gedachten en gevoelens. Ik ben er niet op uit om het slechte van een specifiek iemand of van een bepaalde categorie mensen te laten zien. Het kan natuurlijk zijn dat mijn blikverschuiving niet revolutionair genoeg was, dat ik alleen maar andere dingen bij mensen als tekortkomingen ben gaan zien. Je hebt anderen nodig om gewezen te worden op je eigen blinde vlekken. Wat zou Blamans thema zijn als ze nu had geleefd? Ik visualiseer een Blaman-achtige schrijvende millennial. Dat ze op vrouwen valt is niet iets wat haar nog wezenlijk onderscheidt van andere schrijfsters. Ze zou er zeker niet meer voor onder vuur liggen. Op een of andere manier kan ik me haar met haar intelligentie niet voorstellen als iemand die met haar vrienden enkel nog haar liefdesleven bespreekt. Aan de andere kant, al bespreken schrijvers nu de hele wereld, het thematiseren van die fundamentele eenzaamheid, dat zoeken naar verbinding, het hunkeren naar intimiteit, dat is gebleven, dat doen schrijvers nog steeds. Ineens overvalt het me dat ik Blamans werk in mijn studententijd had moeten kennen. Op het moment dat ik me losmaakte van mijn groep om te proberen mezelf te worden. Toen hadden haar boeken vrienden voor het leven kunnen worden. En zij zelf had mijn koele voorbeeld kunnen zijn. Zelfs haar harde oordelen hadden me kunnen helpen het verraad dat ik pleegde te rechtvaardigen. Misschien was ik dan wel net als zij op de motor naar Parijs gereden. Net als velen uit mijn bubbel luister ik naar de podcast van twee mannen die zich de stem van de elite noemen. Als het gaat om het gevoel macht te hebben over je eigen leven, dan zijn dit mannen die dat hebben
Ook al werken ze in een mediaomgeving waar klussen je gegund moeten worden, en positioneren ze zich ten opzichte van geslaagder figuren als Matthijs van Nieuwkerk. Beide zijn journalist. Ze leggen eer in een perfecte dictie, kennen hun klassiekers, schamen zich niet voor hun gevoelens en praten in de zekerheid dat alles even boeiend is. En ineens valt het me in dat het misschien niet toevallig is dat ze interviewers zijn. Dat je mogelijk pas echt nieuwsgierig wordt naar hoe het is om de ander te zijn, wanneer je je eigen plek in de wereld niet hoeft te bevragen. Ik had een identiteit waarmee ik, als je dat donkere zondebesef even wegdenkt, prima uit de voeten kon, maar waar naarmate ik ouder werd steeds iets mee bleek te zijn, terwijl ik me daar eerder nooit van bewust was geweest. Op de lagere school merkte ik dat buitenaf wonen tussen de koeien niet goed lag. De populaire meisjes woonden op het dorp. Op de middelbare school was van de gereformeerde gemeente zijn veel minder cool, want strenger, dan hervormd zijn of vrijgemaakt. En als student bleek dat ik uit een cultureel onontwikkeld milieu kwam. En eenmaal in Amsterdam was de provincie ineens verschrikkelijk bekrompen. Het zijn telkens verschuivingen van zeker naar onzeker, van goed meekomen naar achterstand. Op den duur ga je leven in de veronderstelling dat er veel je ontgaat. En zo ga je ook lezen. En je schrijft onder meer om zaken duidelijk te krijgen. Anna Blaman schreef al op jonge leeftijd en werd juist steeds zekerder, steeds meer zichzelf. In het essay Mijn eigen zelf schrijft ze hoe ze het haar hele jeugd betreurde dat haar mondaine tante uit Brussel haar niet op waarde schatte, terwijl ze van zichzelf wist dat ze erg goed kon leren en een interessant zielenleven had. Als ze op haar 18e tot haar blijdschap bij die tante mag logeren, neemt hij haar mee naar de opera. Maar ze moet dan wel een blote jurk en hoge hakken aan. Blaman zit het uit met de dood in het hart. Ik zweer, fluisterde ik mezelf toe, dat ik voor de rest van mijn leven zo zuiver en zo moedig mogelijk mezelf zal proberen te zijn. Daarmee groeide ook de afkeer van mensen die dat niet zijn, die het leugenspel des levens spelen. Wat we delen, Blaman en ik, is onze zelfobsessie. Wanneer je positie niet zo zeker is, blijft je vraag, of je nu schrijver bent of niet, hoe begrijp ik mijzelf in deze wereld? Hoe mee te spelen als jezelf? In hoeverre blijf je aan die vraag gebonden? In hoeverre ben je vrij? Schijnt je persoonlijkheid altijd onbewust door als je schrijft? Of is je onderwerp, je vertellerstem, een bewuste keuze? Je houding tegenover je personages, je blik op wat waarde heeft. Ik bedoel, in hoeverre heb je daar grip op? Kan je toon en je inzet jou als schrijver gaandeweg het proces ontglippen? Misschien had ik het lezen van Blamans zelfverzekerde werk nodig om te begrijpen dat conscientieus schrijven niet verhelpt, dat er ook in je eigen werk iets gebeurt wat je niet in de hand hebt, omdat je het niet doorhebt. Dat je in zekere zin een vreemde blijft voor jezelf. En dat dat droevig is, maar ergens misschien ook goed om te weten. Dank, Franca Treur. Bedankt. Dankjewel voor deze mooie voordracht. Ook bij ons aan tafel zit Marja Pruis, schrijfster en redacteur bij De Groene Amsterdammer. Ze studeerde neerlandistiek en algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 2002 debuteerde ze met een experimentele impressionistische novelle Bloem. Hierna schreef ze onder andere Zachte Rieten, Genoeg Nu Over Mij, Omdat Je Het Waard Bent en Oplossingen. En ze ontving diverse prijzen, waaronder de Jan Handlo Essayprijs, de J.L. Zelderingprijs voor Beste Columnist van Nederland en de J. Greshoffprijs. Fijn dat jullie er allebei zijn. Ik ga beginnen met een kleine vraag. Franca, jij schreef: schrijf maar eens mooi over een spelletje Scrabble. Mm-hmm. En ik heb me de hele dag afgevraagd, waarom is dat zo moeilijk? Ja, nou, omdat je... Zeg ze welke woorden er worden gelegd. Ja, het is... Nou, je kan zeggen wat Blaman doet. Ja, om te beginnen. Ja, nee, dus en hoe ze lol hebben omdat ze vals spelen. Ze...
Ja, dus de woorden die ze dan leggen, en dan ook, is dit een woord? En dan weet, dat is ook zo, dus de een weet dan niet dat, het, dat iets anders geschreven wordt. Dus, dat, ja, ja. Dus kan je iets zeggen over iemands domheid? Ja, ja, maar dat wordt dan eigenlijk ook nog uitgelegd, dus dat is een dubbel op. Maar het is meer het soort... Het gaat best wel lang door en het is een beetje giebelig of zo. Het is een beetje... Ja, het is heel aandoenlijk ook. Vind je dat te banaal om het over Scrabble te hebben? Nou, als je het goed doet, niet, denk ik. Maar het was heel lang. En, ja. Vond je te lang? Ja, ik vond... Ja. Ken je de passage? Nee, ik heb het boek gelezen, maar best wel een tijdje geleden. En dit herinner ik me niet. Ja. Nee. Maar het klinkt best wel leuk, vind ik eigenlijk. Ja, jij zou er niet voor terugdenken. Nee, want het is zo'n mooie kapstok toch eigenlijk... om iets te zeggen over de verhoudingen tussen mensen. Ja, alleen dat weet je eigenlijk allemaal al heel goed. Oh, ja. Omdat ze dat continu uitlegt. Dit was in De Verliezers, toch? Ja, dat is in De Verliezers. En ik denk, je kan het inderdaad gebruiken... maar ik zou het dan niet bladzijden lang doen. Maar je kan het gebruiken om iets te zeggen over intelligentieniveau... verschil tussen die twee. Maar dat weet je allemaal al lang. Ja. Maar dat heeft ze gewoon al gewoon expliciet vermeld. Ja. Dus dan... Ja. Wordt het een beetje flauwig. Ja, dan wordt het inderdaad een beetje flauwig. Maar als iets om over te schrijven, is het niet te klein, vinden jullie? Is dat juist goed? Nou, ik zou het wel moeilijk vinden om er goed over te schrijven. Ja? Ja. Ik juist niet. Nee? Nee. Nee. Hoe kleiner, hoe beter, denk ik. Nee. Nou ja, wat ik net zei. Ik denk juist dat het heel veel aanknopingspunten biedt. Als je mensen een spelletje laat doen, welk spelletje dan ook. Ja. Ja, mij kan heel veel zeggen over iemands mentaliteit. Kan hij tegen zijn verlies of niet? En inderdaad, speelt hij vals? De machtsverhouding? Ja, maar dan doe je dat in een alinea, denk ik, of zo. Dan een beetje meten. Mm-hmm. Maar echt helemaal opschrijven wat iemand zegt en dan wat hij legt en hoe lang het duurt. En ik weet niet. Ja, dat... ik weet niet. Ja. Toch wel... Maar ik sowieso proefde ik wel in jouw verhaal, echt een heel mooi verhaal vond. Proef ik dat jij bepaalde dingen te sneller, zoetsappig misschien vindt dan ik het zou vinden. Dat kan heel goed, dat kan een smaakding zijn. Ja. Maar daar staan heel veel passages tegenover en misschien is dat in mijn essay een beetje onderbelicht gebleven. Die heel erg diepzinnig zijn en ontzettend mooi gevonden. Dus dat heb je er ook en dat verbaast me dan eigenlijk ook. Dat het die twee kanten heeft. Heb je een voorbeeld? Nou, van een mooie... Yeah. Nee, dat ik dan even uit moet... Ja, dat ik mee moet nemen. Nee, heb ik niet. Dat is oké. Okay. Niet uit mijn hoofd. Nee, maar er zijn heel veel observaties. Gewoon psychologische observaties. En dingen die je nog nergens hebt... Die ik nog nergens heb gelezen. Dus echt die heel oorspronkelijk en origineel op mij overkomen. Ja, maar die passage die je voorlas over die meisjes... Dat herinner ik me ook wel. Ja. Uit Eenzaam Avontuur. Die meisjes die dan met elkaar in zo'n huisje zitten. Ja. Wat natuurlijk ook heel snel heel tutterig kan worden. Nou, het is ook best onduidelijk in het begin waarom die passage erin zit. Waarom die vier meisjes daar ook nog... Zijn. De structuur van dat boek vind ik niet zo heel... Die opent zich niet meteen voor je. Nee. Het duurt heel lang voordat het je een beetje... Het is een ingewikkeld boek. Ja, voordat je het een beetje begrijpt. Ik weet niet meer wat ik nou aan het zeggen was. Nee, ik wilde ook net als Blauwman klein beginnen. Daarom vroeg ik naar de Scrabble, want dat kleine is heel erg. Maar tegelijkertijd, Franka, je schrijft ook over dat ze in dat essay... je schrijft over haar essayistisch werk... en dat ze daar natuurlijk ook wel grote dingen zegt. Waaronder dat ze zegt schrijvers... Dat schrijvers het hebben over de dingen die hen werkelijk bewegen... op een waarachtige en strikt persoonlijke manier. Met die verstanden in het kunstwerk zijn opgeheven tot anoniem menselijk belang. Ja. Dus wat je schrijft moet een anoniem menselijk belang hebben. Ja, dit gaat wel heel duidelijk over dus, schrijven over... over lesbische liefde, want dat is natuurlijk... Zij thematiseert dat op een bepaalde manier wel, al doet ze dat heel verhuld, want ze wilde daar ook niet helemaal onbekend staan. Maar op een manier zoals dat dan zoals een vriend dat doet, is zonder taboes. Dus vertellen wat er dan echt aan de hand is. En er staat ook nog een zin bij over...
dat de meeste mensen het makkelijker vinden om de kat in het donker te knijpen, of hoe zoiets zegt ze, of hoe noem je dat? Heet het zo? De kat, ja, ja. Ineens ga ik twijfelen aan die uitdrukking. Ja. En dan maar mee te gaan met de conventionele, of met de normen van iedereen. En dan gewoon stiekem iets te doen. Maar mm-hmm. zij vindt, je moet juist uitkomen. Ze wilde juist gewoon in die zin openlijk homoseksueel zijn. Wat ze eigenlijk ook was. Dus in haar omgeving was dat ook absoluut geen geheim. Mm-hmm. Hoewel ze dan als schrijver dan weer niet heel erg daarom bekend wilde staan. Maar moet ik dat anoniem menselijk belang dan zien als, als iets algemeen geldend? Dus iets wat voor de hele mensheid van belang is? Of lees ik het dan verkeerd? Ja. Ja? Dat denk ik wel. Ja, ik ben ook geen uitlegger. Nee, ik ben benieuwd. In die zin, maar jij ik denkt. Heb alleen maar haar boeken gelezen. Ja? Ja. Ik denk dat ze dat wel ziet als iets wat universeel is, ja. Omdat het dan over de liefde gaat en dat natuurlijk algemeen menselijk ook is. Ik denk omdat ze ook bang is om te persoonlijk te schrijven, inderdaad. Het is ook bijna een manier van jezelf gewoon op een groter, hoger voetstuk zetten, weet je. Het is een statusding. Ja. Het heeft ook te maken met de filosofische inzet, volgens mij, waarmee ze schreef. Ja. Dus dat het gewoon eigenlijk het persoonlijke bijna te boven gaat. Ze wil eigenlijk algemene dingen zeggen. Ja. De menselijke conditie. Ja. Ja, maar het moet altijd wel gebeurd zijn uit het eigen leven. Dat vindt ze wel steeds. Dan is het weer authentiek. Ja. 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 En vinden jullie, als je haar dan nu leest, dat het dat ook doet? Of dat het dat ook zegt? Zegt het iets over het anoniem menselijk belang? Voel je die urgentie nog? Als je nu haar werk leest, als je die romans van haar leest... Ja, nou, soms wel. Die heb ik dus niet paraat. Maar er zitten soms zijn er citaten waarvan ik denk... Wauw, die kan ik wel op een tegeltje zetten bijna. Maar ja, niet bij alles. Nee. Nee. Dat hoeft maar ook dat niet. Kan ook niet, denk ik. Je kan niet... En ik vind haar romans ook niet altijd niet zo heel duidelijk een eenheid. Zeker dat eenzame avontuur. Het is best een boek met verschillende soort verschillende afdelingen bijna. Die niet zo makkelijk als een geheel gelezen worden. En hoe is dat voor jou als je schrijft? Vind je dat het iets universeels moet zeggen? Je werk? Oh, ik heb dat eerlijk gezegd nooit van tevoren bedacht dat ik iets... Zo denk ik er eigenlijk niet over na, maar ik denk dat het wel vanzelf een beetje, dat het vanzelf wel iets universeels wordt, omdat in het hele particuliere zit natuurlijk iets heel algemeen menselijks. Dus als je het heel particulier houdt, dan zeg je alsnog iets over het mens zijn. Dat gaat bijna niet anders. Maar ik heb van tevoren geen programma. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik schrijf gewoon. Ik heb een programma aan de deur, boven mijn bureau hangen. Ja, je hebt wel altijd briefjes boven je werkblad, toch? Met boodschappen aan jezelf. En dat een beetje. Ja. Schieten ze op of zo. Maar nee, maar ik heb wel... ik denk wel dat ik... me meer ben gaan beseffen met de jaren dat wat voor mij geldigheid heeft, dat het voor meer mensen geldt. En om nog even terug te komen op je vraag, voel je urgentie als je Blaman nu nog leest? Ja. Ik denk dat zij schreef in zo'n andere tijd dan wij. Ja. Zij moest zoveel meer bevechten ook. Mm-hmm. Dat ik denk, ik voel de urgentie, maar ik vind het ook best wel ontroerend of zo om te lezen hoe ze haar best doet om zo... plechtig mogelijk ook te zijn. En om zo diepzinnig mogelijk te zijn. En diepzinnigheid toen was denk ik ook heel wat anders dan nu. En ik kijk, mijn programma... Ik ga niet ik heb niet zo'n duidelijke levensfilosofie als zij waarschijnlijk. Nee. Zij omhelste echt de Beauvoir en Sartre. Zij was een existentialist. En het was ook echt zo kort na de oorlog, hè? Ja. Of eigenlijk nog in de oorlog. En dan met al die grote dingen die speelden. Ja. En vandaar het voorbeeld van die Franse meisjes. Dat was eigenlijk het essay waarmee jij mij benaderde. Ja. Van wil je daar iets mee? Maar dat vond ik gewoon zo groot. Omdat ik kon daar eigenlijk nu... Sorry.
kon ik daar vanuit nu niet zoveel over zeggen. Omdat het gewoon zo geschreven is in een tijd waarin het net gebeurd was. En ja. Ja, voor dat soort keuzes staan we nu niet. Van die morele kwesties. Ja. Wat is een mens en wat is goed handelen? Dus ja. dat voel je ook dat er veel meer op het spel staat. Zeker. Is dat nu niet, vinden jullie? Ja, dat is nu ook. Nee, dus ik hoorde mezelf zeggen, er staat meer op het spel. Er staat nu evenveel op het spel. Ja? Er staat altijd alles op het spel. Maar ik denk dat het toen veel explicieter was. En dat de verwijzing voor iedereen die het toen las ook duidelijker was. Ik vind dat er... qua houding minder van je wordt gevraagd dan in die tijd, denk ik. Omdat de uitdagingen zijn... Ja, het geldt een beetje. Ja. De uitdagingen zijn gewoon minder. En ik ga wel iets verder weg staan, toch? Ik zit er ook aan. Misschien niet doen. Nee, we leven toch een vrij comfortabel leven nu. Er wordt niet... Je wordt niet gevraagd om stelling te nemen of om... Weet je wel veel meer van wat in de wereld gebeurt. Ja, maar dat verlamt alleen maar, daar doe je niks mee. Nou, misschien te snel geoordeeld. Misschien moet ik voor mezelf spreken, maar dat is niet iets wat je helemaal op je nek neemt of zo. Of hooguit als een thema wat dan op je drukt, zonder dat je het wat handelen. Mm-hmm. Ik wil net zeggen, want in jouw laatste boek. Komt de politiek ook wel? Nou ja, ze wonen dan op een boot. Ja. Ik zou zeggen, de huiskamer, ja, de woonboot, de kajuit binnen. Ja, zeker. Eigenlijk. Dus het is. Want je schrijft ook over. Nou ja, dat Blaman dus schrijft eigenlijk over alleen maar de liefde. Soms. Terwijl dit boek gaat ook over een. Het raakt ook aan dat hij een witte man is die geïnterviewd wordt door een jonge zwarte vrouw. En daarmee zijn eigen vrouw. In een moeilijk pakket brengt door de uitspraken die hij doet? Ja, nee ik onderzoek het allemaal wel. Maar het is tamelijk op een tamelijk vrijblijvende manier. Het is niet zo dat er van mij verder iets wordt verwacht of zo. Ik kan het gewoon op papier doen en vind het ja. Je legt geen moraal op. Sorry? Je legt geen moraal op. Nee. En je nee, vindt dat nee, zelf... Ja, of vind je ja. iets, haal nee, er iets uit waarvan nee, je denkt, nee. nu moet ik dit of nee, dat doen. Nee, dat niet. Nee, nee. Ik was benieuwd naar of je er... hoe dat... Want jij vindt haar moralistisch. Ja, zeker. Ook wel, ja. Ja. Vind jij dat ook? Ja. Maar ik kan het wel heel goed plaatsen in de tijd. Ja, zeker. Zij doet mij ook heel erg denken aan een aantal... Andere schrijfsters, en ook niet toevallig schrijfsters, denk ik. Bijvoorbeeld Nettie Nijhoff, waar ik dan veel onderzoek naar heb gedaan. En dat is ook zo iemand die, je zou kunnen zeggen, over de liefde schrijft... maar over de onderlinge betrekkingen en op een hele verkapte manier... over andere betrekkingen dan zuiver heteroseksuele betrekkingen. Mm-hmm. Zij neemt ook altijd een mannelijk vertelperspectief aan. Het heeft heel erg te maken met... Ja, toch de wens om gelezen te worden, om gepubliceerd te worden... en om niet als een vrouw weggezet te worden. En dat was eerder, hè, Nijhoff? Nijhoff was wel wat eerder, ja. Maar ze schreef ook nog in de jaren 50. Mm. En zij debuteerde met twee meisjes en ik. En ik denk, heb jij dat gelezen? Nee. Ik denk dat jij dat nog een vrij zoetsappig boek zal vinden. Mm. Het is een heel romantische geschiedenis. Maar ze schreef bijvoorbeeld in de jaren 50 de vier of de vijf doden. En dat is ook zo'n hele complexe filosofische roman. Waarin ze voortdurend mensen laat praten over de moraal en wat het juist is. En over de oorlog en ziekte, dood en elkaar helpen of niet. Dat doet me heel erg denken aan Blaman. Ja, en ook iemand met een pseudoniem. Nou ja, Anne Blaman koos dan voor een vrouwelijk pseudoniem, maar Nijhoff koos voor wat je nu zou zeggen een genderneutrale naam. A.H. Nijhoff. En Dola de Jong, ook zo'n schrijfster, ook een lesbische schrijfster... die ook zo over vrouwen schreef, onderling, verliefdheid, liefde... maar op allemaal bedekt. Maar waarom moest dat toen, denk je, dat moralistische... dus om uit te breken of... Je zei het was nodig? Of je, nou, dus kan ik denk het dat meer, ik denk dat er toen op een hele andere manier schrijvers een andere positie innamen. En sowieso veel meer expliciet schreven over de wereld en over de politiek en de grote vragen. En dat er nu in de literatuur ook veel meer een soort vorm van entertainment bij is gekomen. Mm-hmm. En toen waren schrijvers
in het algemeen, denk ik, plechtiger dan nu. Plechtiger. Tenminste, als je kijkt naar literatoren dan. Maar uiteindelijk heeft zij het eigenlijk wel echt heel veel over de liefde, zonder dat die wereld zo heel erg in die romans binnenkomt, vind ik. Mm-hmm. Terwijl dat zie je nu niet meer zo. Jij betwijfelde dat. Nou, ik vond het een van de leuke punten dat jij best wel stellig zegt in je essay dat er nu niet meer zo over de liefde wordt geschreven. Dus ik denk, ja, wat bedoel je? Waar wordt er dan? Wat is dan het grote thema, denk jij? Nou, misschien wel, wat moet mijn houding zijn in deze wereld waar toch van alles mis is en waar ten opzichte van het klimaat of van het kapitalisme. Zeker die millennials, die zijn volgens mij bijna allemaal daarmee bezig. En dan de liefde is dan meer een soort toevlucht, omdat ze ook wel het leed van de wereld niet kunnen dragen of zo. En dan uiteindelijk bij het uitkomen bij het zoeken naar intimiteit bij elkaar. Dat zit er ook wel in, maar uiteindelijk is dat meer een soort bijna een compromis of zo. Of van, ja, ik kan, in het groot kan ik niet zoveel bereiken. Ja, die combinatie is natuurlijk altijd. Ja. Ik heb wel het idee dat mensen wel voortdurend bezig zijn ook om te definiëren wie ze zelf zijn ten opzichte van de ander. Mm-hmm. Ja, en of je dat nou liefde moet noemen of verlangen naar sublimatie of juist eenzaamheid op willen heffen. Maar dat is bij Blaman toch anders. Daar gaat het ook echt wel over. Het verliefd zijn en de interactie tussen geliefden en tussen, ja, op een manier die toch ook bijna een beetje aan een boeketreeks doet denken soms. Ja, ja. Ja, er zitten echt hele passages in waarin dat best wel, ja, ja. Een boeketreeks, dan denk ik, net zoals jij gebruikt ook het woord damesroman. Ja. Ik ken het eigenlijk niet zo goed, dus ik zeg dat nu, maar dan denk ik altijd van, is iemand, wil iemand, en die krijgt hij dan op het eind. Ja. En dan is het altijd de vrouw die de man krijgt. Ja, goed, dat krijgen, dat zit er dan niet altijd in bij Blaman, of eigenlijk niet. Maar dat willen wel. Maar ook dat eindeloos bespreken van de details. En van wat betekent het nu dat iemand dit zegt? Maar is het dan bijvoorbeeld, schrijft ze dan meer over het lichaam ook? En is het dat we nu heel erg juist in het hoofd zitten? Is dat een verschil wat je zou kunnen onderbrengen, denk je? Nee? Nee, dat zie ik niet zo. Nee. Nee, het is meer, de een wil wel, de ander niet. En dat afstoten en dan toch weer een beetje terugkomen. En dat is voortdurend dan. Het gaat heel erg over jaloezie, toch? Ja, heel erg, ja. En Blaman ziet, om toch ook even te keren, terug te, ja, naar het thema van de autonomie te gaan, naar het thema van de ik. Blaman ziet de liefde en de andere mensen ook als een belemmering om echt authentiek te zijn. Toch? Ja. Of echt autonoom te zijn, dat is beter. Ja. Ja. Ze heeft er meer last van. Haar personages hebben er meer last van dat ze verliefd zijn of bij iemand in de buurt willen zijn, dan dat ze erdoor verrijkt worden. Toch? Zo lees ik het wel. Ja, denk het ook wel. Ja, ik vind het toch wel moeilijk om dat soort uitspraken te doen. Ja, ik vind het ook moeilijk. Ja. Ik weet het ook niet. Dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik lees gewoon alleen maar haar boeken en dan hoe je het allemaal moet uitleggen, dat is ook, dat moet je een Blaman deskundige voor hebben. Maar het is een beetje, ja, mijn essay is ook heel erg over hoe ik het lees. Ja? Het is niet aan het laatste woord over Blaman. Nee, dat hoeft ook niet. Nee. We kunnen nog honderden avonden georganiseerd worden als mensen dat willen. Ja. Maar ik zat terug te denken aan mijn middelbare schooltijd. Ik zat in de jaren 70 op school. En toen was Anna Blaman, die werd echt bij ons wel gelezen. Mijn klasgenoten maakten werkstukken over haar. Zij stond toen nog als een van de weinige vrouwen op de leeslijst. Mm-hmm. Samen met Helle Hazen. Die er natuurlijk veel jonger was en nog leefde. Maar ik denk, ze ging in 1960 dood, hè? Dus er was, denk ik, haar boeken waren nog verkrijgbaar. En ze stond dus nog, zij was toen wel echt een gekanoniseerde schrijfster. En dat verbaast me iedere keer. Ik vergeet het elke keer. Maar zij heeft gewoon de PC Hoofdprijs gekregen. Ja. Ja. Voor heel haar werk. Ja. En waarom verbaast het je? Nou, omdat het zeg maar het gewone verhaal is dat er bijna geen schrijfsters zijn die de PC Hoofdprijs krijgen. Of en, überhaupt grote prijzen krijgen. Ja, en zij
stond ook niet te boek als... Maar goed, toen had je dat sowieso niet zo, hoor. Vrouwen, mannen, dat kwam eigenlijk allemaal pas eind jaren 70, 80. Maar zij stond in ieder geval zeker niet te boek als een vrouwelijke schrijfster. Dus dat meer iemand al, weet je wel, meer op het niveau van Vestdijk en Herman. Zo werd ze ook gelezen. Het is echt bizar hoe zij gewoon is weggezakt. Ja, maar ik denk dat ze nog wel steeds bekend staat als een intellectuele schrijver. Ja, zeker. Ja. Ja. Terwijl ze dus ook, ja, wat mij betreft, best wel heel erg die andere kant heeft. Ja. Ja. Ze is ook hard, vind jij? Ja, vind ik. Maar misschien is dat voor haar tijd helemaal niet zo bijzonder. Nee? Dus, nee, nou ja, wat ik zei, dat was misschien ook al... Misschien heel normaal om zo over andere klassen te denken. Ik moet zeggen dat ik dat niet precies weet. Maar het is natuurlijk wel zo wat ik zei. Van, ja, je hebt marxisme gehad, je hebt het postmodernisme gehad. Je hebt het, populisme nu. Ja, dus nu is het gewoon, nu is het een andere tijd. Nu zou je dat gewoon niet zo hard meer zeggen. Maar misschien denken mensen het nog wel. Ben je het ermee eens dat het minder hard is dan... In oordelen over... Ik denk dat er toen minder taboe was om zo openlijk hautain te zijn. Mm-hmm. Wat je nu hautain zou noemen. Mm-hmm. Yeah. Dat er echt zo upstairs, downstairs was veel meer. Ik denk het ook. En nu is het natuurlijk ook... Ja, iedereen leest ook. Ja. Of, nou, niet per se iedereen leest, maar iedereen zou naar de wiepen kunnen gaan om je boek te lezen. Maar is er... Is er nu nog een bepaalde... Ik vraag me af, vinden jullie dat er een bepaalde hardheid... dat je als schrijver een bepaalde hardheid moet hebben? Moet je hard zijn? Of nou, ik vind het eerder verbazingwekkend... dat zo gauw je gaat schrijven, word je hard. Ja? Ja, en dat vind ik ook leuk in jouw verhaal dat jij ook zegt... Ik heb het aangestreept. Ik weet dat ik tijdens het schrijven ook wel eens heb uitgedeeld. Dat woord uitdelen... Ik bedoel, dus dat je gewoon je omgeving te kijk zet. Ja, terwijl dat voelde niet als uitdelen, maar dat is wel waar. Zoals zodra je aan het schrijven bent, heb je gewoon de neiging om te gebruiken wat je kan gebruiken. Mm-hmm. Zonder dat je van wil gaan uitdelen of zo, dat is helemaal niet de intentie. Maar mensen voelen het al snel wel een beetje zo. Omdat het is altijd confronterend wanneer iets herkenbaar is. Iets wat van jou is of zo ineens ergens in opduikt. Ja, en omdat als zo gauw je schrijft, bevries je gewoon een situatie of een persoon. Ja. En zo gauw ook voor iedereen die en onvolledig. Dat, onvolledig. En alle ruis, alle zachtheid valt weg. Ja. En het is ook heel verleidelijk om juist, misschien zelfs wel makkelijker, om het meer lelijk dan het mooie te schrijven. Ja, dat denk ik ook. Ja, ook omdat, zoetsappig is ook, dat is ook helemaal mijn smaak niet. Ik hoef het dan bij anderen ook niet echt te lezen. Mm-hmm. Dus zo schrijf ik zelf ook niet. Dus ik probeer wel altijd met een soort mededogen naar mijn personages te kijken. Of dat probeer ik niet eens. Ik heb niet zo snel daar een heel hard oordeel over. Maar ik zie wel dingen, ik kan ze wel neerzetten in een soort kleinheid, wat ik ook schreef, van... Ja, maar dat vind ik dan eigenlijk ook heel mooi. Maar als zo'n dorpsgenoot tegen jou zegt van je neemt ons op de korrel... Ja. Denk je dan niet, oh, nou, dan ben ik geslaagd in mijn schrijven. Oh nee, daar heb ik geen seconde gedacht. Nee. Nee, maar ik vond dat eerlijk gezegd ook van tevoren helemaal niet. Want dat is helemaal geen hard boek. Dat, vind je tweede boek wel een hard boek, De Woongroep? Iets meer misschien. Hmm. Dat denk ik wel, maar ik kan me nu heel goed voorstellen dat het wel hard overkomt. Als mensen iets van zichzelf daarin zien, maar dan... Ja, iedereen heeft van zichzelf een heel ander beeld dan wat een schrijver eventjes over je... En het is ook weer niet zo dat er dan allemaal bekende mensen in voorkomen, zo is het ook niet. Maar ik gebruik best wel veel namen die daar in de streek voorkomen, dus... Gewoon omdat ik ook achternamen, zou ik maar zeggen, en voornamen ook, maar tamelijk willekeurig. Dus, maar dan, op een lezing komt er dan gewoon heel of het is vaak overkomen dat er dan iemand langskwam en zei: ja, ik heet zo. En die heeft zichzelf dan in het boek herkend puur omdat zijn naam daarin voorkomt. Dus er kwam een keer een Kees Bierens en die zei: ja, ik ben Kees Bierens. En ik weet helemaal niet wie dat is, weet je wel. Dus ik heb die echt niet als voorbeeld. Ik kende die persoon helemaal niet. Nee. Maar dat is al genoeg om. Voor mensen om zichzelf in een boek te herkennen.
En dan kunnen ze al gepikeerd zijn of vereerd, hoor. Dat kan ook. Sommige mensen zijn gepikeerd omdat ze er niet in zitten. Dus je moet het sowieso in. Dat is altijd iets. Ja. Vind jij jezelf hard als je jezelf terug leest? Ja, best wel eigenlijk. Ja? Ja. Nou, maar tegelijkertijd wel net als Franca dat ook niet wist. Maar mijn eerste boek, dat werd al gezegd bij de presentatie door iemand die er een verhaal over hield. En die zei al van, nou, ik zou jou echt nooit in huis halen. Want dat was nog een non-fictieboek waarin ik heel veel een biograaf de hoofdrol speelt. Mm-hmm. Die heel veel onderzoek doet en interviews doet en bij mensen aanklopt. En die zei dus, nee, ik zou echt niet thuisgeven. En daar schrok ik heel erg van. Daar was ik absoluut niet trots op. Ik vond het ook echt verbazingwekkend. En het werd toen ook tegen mij gezegd door best wel veel mensen. Dat ik veel mensen voor gek zette. Maar goed, ik snap wel waar het vandaan komt, maar ik vind het ook overdreven. Maar dat ging over de Nijhoffs? Ja. Oh? Ja. Gewoon dat ik bij iemand zit en beschrijf dat er eigeel aan het theelepeltje zit. Weet je, dat soort dingen. Oh ja. 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 Het zijn eigenlijk op zich, denk je, kleine details, mm-hmm. maar nou ja. Maar dat is ook omdat het non-fictie is. Dat was het, ja. Ja, ik had gewoon het non-fictie karakter van het boek had ik onderschat. Ja, want je kan prima over dat eigeel schrijven in een roman, dat maakt helemaal niks uit. Ja, en ik dacht dus ook van ja, maar het is ook geen, het is niet non-fictie, het is geen biografie. Ik zet alles aan. Ja. Ik zet het zoeken aan, dus de onzekerheid van degene die aan het zoeken is. Maar ik zet ook aan gewoon wat ze tegenkomt. Ja. Ben je anders gaan schrijven daardoor? Vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik heb nog steeds wel de neiging, omdat ik dat juist ook het leuke vind van schrijven, dat je gewoon veel scherper kunt zijn dan in het leven van alle dag. Mm-hmm. Maar ik ben me wel meer bewust van het mechanisme van schrijven. Dus waar we het net over hadden. Dat zo gauw je iets vastlegt, heb je een gestolde werkelijkheid. En dan is het altijd erger. Mm-hmm. En ik ben zelf, raak ik wel steeds meer uitgekeken ook op een vorm van sarcasme of ironie. Mm-hmm. Want ik denk dat ik dat vroeger leuker vond. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk meer. Dus ik ben gewoon anders gaan schrijven. Maar omdat ik zelf een andere schrijver ben geworden, denk mm-hmm. ik. Dat is een beetje een stomme vraag misschien, maar ik ga het toch stellen. Waarom is het dan nodig om het ei? Want je bent iemand op bezoek en je ziet dat eigeel. Waarom moet dat eigeel er dan in? Omdat ik daarmee iets zeg over, op een heel zachte manier, over de geestelijke staat waarin iemand verkeert. En iemand die niet alles meer even goed onder controle heeft. Dat was voor mij een veelzeggend detail. Ja. En echt, ik denk dat ik dat heb verzonnen. Ja. Omdat ik het wel eens heb meegemaakt gewoon in andere situaties. Mm-hmm. Gewoon dat iets een beetje vies is. Dus, ja. Dus daarom heb ik dat eigeel erbij gehad. Mm. Maar... Heb je ooit uitgedeeld zonder dat het... Want dat begrijp ik heel goed, dat het nodig dat het iets veel groter zegt. En dat het daarom... Mm-hmm. Dus ik vroeg me dan natuurlijk af of je wel eens hebt uitgedeeld zonder dat het nodig was. Maar gewoon... Ja, zeker. Ja, dat wel. Ja, echt gewoon ook in stukken. Ik bedoel, mm-hmm. kritieken of in essays. Ik vind ook best wel veel dingen belachelijk. Mm-hmm. En ik vind schrijven een van de manieren waarop je het belachelijke kunt laten zien. Mm-hmm. Dus als ik de mogelijkheid heb, dan pak ik het. Ja. Ja, ik ben met een essayboek bezig en dit is wel precies het moeilijke eraan, moet ik zeggen. Want het zijn allemaal heel persoonlijke essays, maar aan de hand van iets uit de Bijbel meestal. Dat is een beetje de leidraad. Mm-hmm. Maar ja, juist dat het non-fictie is, maakt dat ik me toch heel onvrij voel. En ik schrijf ook over mijn zoontje, over mensen die ik ken. Dat krijg ik zoveel mogelijk maar uit, omdat het gewoon... Ik wil nog wel mensen overhouden uiteindelijk. Dus dat is best wel echt een ingewikkeld iets. En je kan natuurlijk zeggen van dan verzin je gewoon een conversatie met iemand of zo. Een fictief iemand, dan beledig je niemand. Maar dat vind ik dan bij non-fictie dan ook wel weer een drempel. Die ik niet zo snel overga, zomaar iets verzinnen. Ik weet niet hoe jij daar... Nee, ik vind het ook heel lastig. Zo gauw het echt op mijn directe omgeving aankomt, vind ik dat heel moeilijk. Ja.
En tegelijkertijd is dat iets toch wat je helemaal uit je hoofd moet zetten terwijl je aan het schrijven bent, want anders kom je er niet. Ja, maar bij fictie kan je gewoon, vind ik, best makkelijk iets nemen van wat je hebt gehoord of van iemand kent of zo. En dat gewoon overzetten in een andere situatie. En dan is het, je verandert het geslacht bijvoorbeeld, en dan is het al een soort van onherkenbaar. Oh, ja, maar ik vind het zo doorzichtig. En ik vind juist fictie, vind ik, echt het aller naakste wat je kunt doen. Is het ook? Is het ook? Maar het is toch veel voor mensen toch prettig dat het dan fictie is. Ja, voor mij werkt dat echt niet. Ik schaam me gewoon dood voor wat ik schrijf. Dus dan moet ik daar ook echt niet aan denken dat iemand het leest. Dat komt dan later wel weer. Ja, ja. Maar dan gaat het om jou. Maar als het gaat om je omgeving en die zich dan daar niet in herkent, dan is het ook niet erg. Je kunt me echt wel vinden. Echt verachtelijk. Nee, helemaal niet. Nee, meer gek. Ik vind het een groot probleem. Ja, dat is het. Ja. En je vindt fictie naakter? Ja, veel Waarom naakter. Dan? Met non-fictie heb je toch meer dat je een soort betoog opzet en kan je de zaak echt dienen. En fictie, ja, wie zit er te wachten op dat verhaal? Dat vraag ik me altijd af. Dus dan is het al zo iets wat je zelf blijkbaar zo belangrijk vindt. Gewoon die hele daad al om een roman te schrijven of een verhaal. Dat vind ik eigenlijk al een beschamende zaak. En tegelijkertijd, ja, kan je ook. Is het ook. Nou, nee, leuk. Ja. Is het ook interessant? Gewoon wat je kunt maken. Ja. Je kunt wel echt iets maken wat echt nog niemand had bedacht. Dus dat vind ik ook het allerleukste aan. Maar ik vind het heel eng. Echt heel eng. Ja, grappig. Ja, ik ben toch geneigd om dat andersom te vinden. Want ik voel me in een roman eigenlijk heel erg vrij. En ik mis het nu ook, nu ik met de non-fictie bezig ben. Het houdt me een beetje van. Het houdt me een beetje op of zo. Ik ben er te lang mee bezig ook misschien. Nee, in een roman kan er zoveel en kan je echt je eigen wereld creëren. En dat voelt voor mij veel meer als. Dit is het schrijven, dit is het scheppen of zo. Terwijl bij een essay ben ik toch altijd te direct en te analytisch. En te, ja, jij hebt dat minder, je hebt nog een soort. Je schrijft heel vaak om dingen heen, maar ik heb dat veel minder. Ik zeg gewoon wat ik vind in een essay. Ja. Je noemt het woord scheppen en in het essay schrijf je ook dat je de ander nodig hebt om orde te scheppen in de chaos. Ja, dat is ook een beetje waarom ik dan schrijf, omdat ik iets moet uitzoeken. Mm-hmm. Wat moest je in dit boek uitzoeken? Daar was ik eigenlijk heel erg geïntrigeerd door mensen die preppen. Omdat het natuurlijk, dat zijn de mensen die zich voorbereiden op rampen. Mm-hmm. En ja, goed, over rampen horen we allemaal. En wat moet, ja, dat doet ook een beetje een appel op je van, moet ik daar iets mee? Moet ik me ook voorbereiden? Dus dan is het, ik vond het heel prettig om eens te duiken in iemands hoofd. Die dus echt bezig is met zich voor te bereiden. En ja, ik laat hem dan voorbereiden op een ramp, terwijl er een andere ramp op komst is die hij niet ziet aankomen. Mm-hmm. En dat is misschien ook wel zo met rampen. Dat het is altijd. Ja, je bent bereid op de laatste oorlog, op de afgelopen oorlog. Daar kan je iets mee, maar wat er aankomt, zie je natuurlijk niet. Kom je dan nadat je dit hebt geschreven, begrijp je dan. Zo iemand beter? Nou, jawel, want je gaat heel erg research doen. Hè? Je gaat mensen lezen die zo doen. En je gaat op die blogs kijken waar mensen dingen aanraden. Dus je komt wel even in een heel andere wereld. En dat is altijd inzichtelijk. Mm-hmm. En ik vind het eigenlijk ook, die man, ja, sommige mensen vinden hem uiteindelijk toch een beetje crazy. Maar ik vind eigenlijk elke stap die hij zet, vind ik volkomen logisch. En kan ik helemaal zelf ook meemaken. En ik zou het zelf kunnen zijn. Mm-hmm. Ja, ik heb de ruimte niet, maar anders had ik dit gedaan. Ook tonnen poeder klaar kunnen hebben. Ja. Maar ja, orde in de chaos, is dat ook iets wat jij probeert als je schrijft? Of is het iets anders? Nou, schrijven is voor mij wel echt een vorm van denken. Mm-hmm. En ik weet toch heel vaak
pas wat ik vind als ik aan het schrijven ben. Ja. Dus ik zou zonder schrijven, zou ik denk ik wel echt gaan malen en gek worden. En zou alles ook gewoon een beetje in losse stukken uiteenvallen. Dus het is wel een vorm van controle krijgen, greep krijgen. En het is voor mij gewoon de parallele wereld. Eigenlijk bijna de enige wereld die ertoe doet. Want ik leef ook heel erg met de boeken van anderen. Ik probeer me wel eens voor te stellen van, stel je voor dat er geen boeken bestonden. Dan denk ik dat ik gewoon plat op de grond zou neervallen, bij wijze van spreken. Ik bedoel, ik vind dat zo, dat is gewoon je levensader. Dus ik leef daarmee. En altijd, ik zou me niet anders kunnen voorstellen, ik schrijf ook altijd. Ook als je op de fiets zit, als je loopt. Ja, dan ben ik in mijn hoofd aan het formuleren. Nee, maar ja. ik heb altijd mijn aantekenboekjes, ik schrijf op mijn telefoon. Ik ben ook altijd bang dat ik dingen vergeet. Dus mm-hmm. ik ben wel altijd aan het ordenen en aan het materiaal verzamelen. En ik weet niet eens waartoe, maar dat doe ik wel. Ja, het is wel zo. Ja, materiaal is er natuurlijk altijd om uiteindelijk geordend te worden. Ja. 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 En als jullie dan denken aan het werk van Anna Blaman, schreef zij ook om orde te krijgen in de chaos? In welke chaos dan, denken jullie? Nou, bij haar was het toch wel heel erg die liefde voor die verpleegster die ze in allerlei vormen heeft beschreven. Dus dat was een vrouw die haar aantrok op een manier die ontzettend intrigeerde. Juist omdat het ook niet helemaal een eenduidige relatie was. En omdat die vrouw wel steeds naar haar terugkwam, maar ook andere dingen wilde. En ja, ze heeft gewoon allerlei facetten van die liefde willen onderzoeken. Dus ik denk wel zeker dat er een soort analytische kant in zit. Wel een soort van tomeloosheid of zo. Die enorm obsessief. Ja, obsessief. Ja, zeker. Ja. En dus dit is de manier om het toch gewoon in te dammen. Ja, en ook dat daar haar boeken wel echt uit. Ja, en het is ook heel vaak vanuit die verpleegster weer om haar echt te proberen te begrijpen. Ja. Dus ze draait die rollen ook om. Dus van alle kanten bekijkt ze die relatie. Ja. Ik zat nog te denken over gewoon dat wegzakken van zo'n schrijfster als zij, wat eigenlijk helemaal niet voor de hand lag, omdat haar werk dus heel erg gewaardeerd werd. Ze was wel echt, denk ik, een eenling. Ze hoorde helemaal nergens bij. Je kon ook niet echt vergelijken met andere schrijvers. En als je over haar leest, dan schijnt het een waanzinnig leuke spreekster te zijn geweest. Mm-hmm. Die lezingen hield zonder dat ze op papier zette, maar gewoon ging. Ging gewoon. En dus je hebt van die schrijvers wier werk heel erg gebaat is bij hun fysieke aanwezigheid. Mm-hmm. Ja. Ja, dat lees ik ook terug. Ja. Ja, dat schrijft die zus ook over haar. Ja. Een heel curieus boekje van die zus, vond je niet? Ja. Ja, ja, die zus die wilde eigenlijk heel graag laten zien dat die familie, want zij woonde natuurlijk altijd met haar, dus Anna Blaman woonde altijd met haar moeder en die zus, uh-huh, en de man van die zus in één huis. Ja. En intens. Ja. Maar zij, of tenminste, die zus die had heel erg het idee dat mensen van die familie dachten dat hij er niet zo toe deed voor Anna Blaman, omdat die vriendschappen allemaal zo belangrijk waren met al die intellectuele vrienden en zo. En zij wilde dat graag rechtzetten. Dus die ging de hele tijd laten zien hoe belangrijk Anna Blaman hun relatie ook vond. Ja. En wat ze allemaal samen deden. Ook heel veel. Ze hebben in die zin ook wel heel veel gedeeld. Als ik dat allemaal moet geloven. Maar ja. Ik voel me af of die vergetelheid van haar te maken zou kunnen hebben met dat zij, want dat beschreef je ook, Franka, dat zij heel erg wordt geroemd ook omdat dat persoonlijke, en dat ze een van de eerste was die zo persoonlijk en over zichzelf schreef. En Marja, ik las een essay van jou wat daar over gaat, over het ik nu, en dat heet Ik moet je verdienen, of hoe te schrijven over jezelf. En ik wil een heel klein stukje uit voor lezen, omdat ik het zo grappig vond als je kijkt naar dat zij dus een van de eerste en een van de enige was die zo schreef in die tijd. En je schrijft daarover: het zal vast niet met dat soort moderne schroom te maken hebben gehad, maar feit is dat oer-essayist Michel de Montaigne pas in de tweede versie van zijn essays een ik introduceerde. De kunst van het essay is uiteindelijk de balans zien te bewaren tussen het ik en het verhaal. De Scopels een
werk laten doen. Het therapeutische proza, het exhibitionisme, de bekentenisliteratuur, het naakte narcisme, de zwaartekracht van een solipsisme, het ligt allemaal op de loer. En gewone trivialiteit. Ik leidt tot het allerirritantste en het allermooiste. Zonder ik zouden de essays van Montaigne niet tot op de dag van vandaag hebben overleefd. Maar hij deed er ook wel eens een tijdje over om dat ik te verdienen. Zeker wel een jaar of zes waarin hij zich in de oude Grieken verdiepte. Bejaarden naar het toilet hielp ieder ik vermeed. Mm-hmm. Want wat zij deed, dat is nu, zou je misschien wel kunnen zeggen, natuurlijk niet wat zij deed, maar het ik. Ja. Is zo alomtegenwoordig dat jij het eigenlijk een beetje te veel vindt. Ja, dat is zeker. Ja. Het is wel. Het ik is wel steeds schaamtelozer geworden en laagdrempeliger. Iedereen denkt heel. Ik, als je nu de krant leest, mm-hmm. gewoon wat zeg maar. Ooit een column alleen maar was. Mm-hmm. Dat sluipt nu ook gewoon in nieuwsartikelen, in beschouwingen. Ja. En dat ik heel vaak denk ik. Ja, ik. Wie ben jij? Ik hoef dat niet, jou, ik. Het zijn ook al heel veel jongere journalisten die het doen. Die dat doen, ja. Ja, mm-hmm. Dat is inderdaad een beetje in de mode. Ja. Maar nu schrijft Anna Blauwman eigenlijk helemaal niet zo heel erg vanuit. Alleen in die essays in die wel essays een beetje. Wel. Ja. Ja, maar verder in die boeken allemaal niet. Nee, je is juist heel erg vanuit een man en. Ja. Ja. Hoe komt het, denk je? Denken jullie die ontzettende toeloop aan ikken? En moeten we daar een beetje van af? Of kan dat? Nee, ik denk niet dat we er nog vanaf komen, eigenlijk. Dat heeft heel erg te maken met, om maar een groot woord te gebruiken, een democratisering van alles. En het ik is alom. En ja, ik had er laatst ook met iemand over en die wees me erop dat vroeger. Het vrouwelijk ik ook weer wat anders was dan het mannelijk ik. Weet je, het is ook altijd maar net wie is er aan het woord. En als je een bepaalde autoriteit hebt, dan is jouw ik alweer heel wat anders. En nu, ja goed, blijkt ook wel uit dit stukje. Het ik is nu eigenlijk dus iedereen kan denken. Ja, iedereen denkt ook dat zijn mening evenveel waard is als dat van iemand die er verstand van heeft. Dat is wel heel erg zo nu. Ja. Ja. En wanneer verdien je dan? Heb je dan het ik verdiend, vind jij? Ik zelf? Nee, gewoon men. Ja, jij bent er wel. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Jullie allebei wel, maar is er iets waarvan je kan zeggen, nou dan 6 jaar Grieken lezen? Ja, eigenlijk wel. En eerst in de zorg gaan werken. Nee, onzin. Ik bedoel, ik durf dat eigenlijk helemaal niet te zeggen. Wanneer mag je. Het is ook raadselachtig en heel leuk dat je sommige ikken, die neem je meteen. Ja. En hoe dat dan komt, dat vind ik wel het wonder van de literatuur ook. Maar alles staat of valt ook met hoe goed het geschreven is. Ja, en je voelt dat je ziet dat meteen, na 2 regels. Ja. En dat je denkt, ja, hou maar op. Het helpt ook als je niet weet wie erachter zit. Als je de persoon niet ook gewoon op borrel. Nee, dat helpt alles. Ja? Ja. Ja? Ja. Ja. Ja, als je gewoon iemand op een borrel tegenkomt en dan is het toch moeilijker om die stukken te lezen. Ja, vind ik wel. Ja? Ja? Ik ben Maya niet, hoor, maar een uitzondering. Ja, over het algemeen wel. Ja, je moet niet, schrijvers moet je niet te veel te dichtbij laten komen. Nee. Het laatste waar ik naartoe wil, voordat ik ga vragen voor iemand anders ook iets wil vragen, is het einde van jouw stuk waarin je schrijft. In hoeverre blijf je aan die vraag gebonden? In hoeverre ben je vrij? Schijnt je persoonlijkheid altijd onbewust door als je schrijft? En daarin schrijf je ook dat je blik op wat waarde heeft. Ik bedoel, in hoeverre heb je daar grip op? Kan je toon en je inzet jou als schrijver gaandeweg het proces ontglippen? En daar was ik erg door geïntrigeerd. Door die zin kan je toon en je inzet jou als schrijver gaandeweg het proces ontglippen. Want de manier waarop jij het schrijft, denk ik dat kan. Mm-hmm. Ik denk ook dat het kan. En wanneer gebeurt dat dan? Nou, je merkt het gewoon als het af is en je krijgt er commentaar op. En je ziet mensen zien allemaal dingen die je zelf helemaal niet hebt gezien tijdens het schrijven. Dus dat is al een ding waardoor je denkt, oh wauw.
dat was helemaal niet de inzet of dat is niet wat ik heb gewild. Dus je blinde vlekken zie je niet. Terwijl je toch, je bent zo de master of jou, van jouw wereld. Jij bedenkt dat plan, jij bedenkt het boek en je maakt het. Je zet elke zin op papier en daar denk je over na. Dus je hebt volledige controle, althans, dat denk je. Mm-hmm. Dus daarom is het altijd een beetje gek als er van alles in zit wat je eigenlijk niet zo. Waar je overheen hebt gelezen of wat je niet wilde laten zien. Kan je herinneren dat iemand dat een keer tegen jou gezegd heeft en dat je toen dacht, oh jeetje. Ja, nou, het voorbeeld wat nu in me opkomt is wel over de woongroep, dus mijn tweede roman. Dat mensen dat best wel een hard boek vonden. Terwijl ik dat helemaal niet had gezien zelf. Verder. Ja, er zijn meer voorbeelden geweest. Heb ik even niet paraat. Moest ik even langer over nadenken. Maar ja, ik ben altijd heel bang voor dat ik iets. Ik ben wel bang voor de blinde vlek. Mijn angst is vooral dat ik onbegrijpelijk ben. Dus dat ik denk, voor mij is het allemaal klaar als een klontje. Echt gewoon kinderlijk eenvoudig. Mm-hmm. En dat dan een ander me er wel op wijst van, ja, maar waar ben je nu? Of weet je wat jij zei ook net, van je hebt de neiging om om de dingen heen te schrijven. Mm-hmm. Daar hou ik ook van. Ik ben meer van de suggestie dan van het direct schrijven. Mm-hmm. Maar de balans is altijd dan precair. Mm-hmm. Want het moet wel ook duidelijk zijn. En ik ben altijd heel bang voor die duidelijkheid. En nou ja, de andere zijde van de medaille is dat je dus dan misschien niet voor een ander te volgen bent. Mm-hmm. Dus dat vind ik, zou ik heel erg vinden. Ja, maar dan verwacht je dus eigenlijk dat de lezer precies even intelligent is als jezelf. Of op dezelfde manier denkt als jezelf. Ja. Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet. Nee. Ik vind het toch altijd bijzonder wat mensen in je boeken zien. Of hoe ze het lezen. Ja. Hoe plat het soms wordt gelezen. Of soms hoe juist metaforisch. Het is, het komt allebei voor. Ja. Heel anders dan dat je zelf leest. Ja. Ja. Dat is toch ook zo wonderlijk. Dat mensen allemaal zo anders zijn dan jezelf. Terwijl je eigenlijk zo geneigd bent om te denken dat iedereen een beetje hetzelfde denkt. Ja, ik denk steeds meer dat iedereen eigenlijk denkt zoals ik. Of zo. Juist meer, ja. Ja. Ik probeer het een beetje af te leren. Ik denk dat ik vroeger dacht dat ik bijzonderder was. En nu niet. Maar niet op een depressieve manier, hoor. Maar gewoon. Maar is dat ook niet op een bepaalde manier geruststellend? Dat je, wat ik denk soms wel eens, ik had het er laatst over met iemand en die bleek net zo'n levendige fantasie te hebben als ik. En dat vond ik eigenlijk heel fijn, dat zei zichzelf ook altijd. Een soort van, ik weet niet of jullie Piraten Jenny kennen, dat liedje. Het is een liedje. Het gaat over een meisje en die werkt in een bordeel. En daarin ziet niemand er ooit staan. En dan droomt ze dat de piraten binnenkomen en hoe ze iedereen omleggen. En dat zij als heldin op dat schip werd meegevoerd. En dat is een beetje een dramatisch verhaal. Ik zal het jullie laten lezen. En daarvan, ik dacht altijd dat ik, dat is een beetje een ander soort fantasie dan die ik heb. Maar zulke fantasie heb ik wel vaak. En ik dacht net dat ik daar helemaal alleen in was. Maar ik kwam er dus laatst achter dat veel meer mensen Die fantasie dat ook hebben. Ja, en dat vond ik heel geruststellend. Ja, ja. Bij de fantasie dat je gewoon verovert. Dat je denkt dat het is heel raar, maar veel meer. Dus dat mensen het toch hetzelfde. Ja, ja. Of vind je dat? Nou, dat vind ik ook weer vervelend. Eigenlijk. Ja? Waarom dan? Ja, omdat het dan weer, oh nee, dat heb ik ook. Oh, weet je, krijg je dat soort. dat wil ik eigenlijk ook weer niet. Nee. Je wil alleen zijn. Ik wil toch wel alleen zijn, ja. 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 En? Ja, ik heb het net toch een beetje andersom. Dat ik eigenlijk eerder dacht van mensen denken allemaal als ik. En dat ik juist steeds meer bewust van ben. Nee, dat is helemaal niet zo. Mensen kijken allemaal heel anders naar dingen. En dat ik zie allemaal dingen niet. Dat is eigenlijk de ontwikkeling die ik doormaak. Ja. Ja. Ik vind dat ook wel mooi. Dat je heel mooi hoe je dat beschrijft in dit essay. Dat je overal steeds ergens naast staat. Mm-hmm. Dus je doet een stapje, je komt in een nieuwe wereld en dan blijkt je net weer niet in de goede wereld te zitten.
Ja, ja, dat, ja. Dat, ja ik, dat is ook zo. En daardoor denk je ook steeds meer dat je... Dat, ja. Dat er mensen zijn die dingen heel anders, die jou ook heel anders zien dan dat je jezelf ziet. En zo. Ja. 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 Blaman stond, nou ja, dat gaat misschien ook een beetje over alleen zijn en alleen staan. En Blaman had dat natuurlijk ook. En ik vroeg me af, was dat dan voor haar, is het daarom zo belangrijk als je dat hebt om gezien te worden? Was dat voor jou en voor haar? Wacht even, bij Blaman denk ik juist, die was heel zelfverzekerd, al zo jong. Mm-hmm. Zij had echt geen twijfel over wie ze zelf was, over... Ook niet over de schrijven. Over de schrijven niet, maar nee, ook niet over haar zielenleven, zoals ze dat... Oh. Ja, dat is echt zo haar woord. Mm-hmm. Ze had genoeg zelfwaarde. Hoe zeg je dat? Dat was echt helemaal, dat was nergens een probleem. Behalve dan dat ze zichzelf niet knap vond. Dat schrijft ze ook wel de hele mm-hmm. tijd op. Maar er stond dan genoeg tegenover. Ze kon ook heel goed zich vinden in het intellectuele personage wat ze van zichzelf kon maken. Maar ze was wel alleen ineens omdat ze zo ziek was, toch ook? Of? Ja, ze was nou, maar niet echt alleen, maar ze was wel... minder outgoing door de ziekte. Mm-hmm. Maar ze was altijd omringd door heel veel mensen, als ik het, als ik het goed heb. Ja. Nee, dus ik denk... wat was nou je vraag eigenlijk? Nee, ik vroeg me af waarom schrijvers... Eigenlijk vraag ik me af waarom schrijvers gezien willen worden. Oh. En waarom zij dat wilden, waarom jullie dat willen. Dat snap ik niet, waarom ik aan een antwoord ben begonnen. Oké. Okay. Dat... Dat denk ik voor iedereen ook wel een beetje anders. Waarom is het voor jou? Waarom ik gezien wil worden? Yeah. Nou, misschien trouwens ook wel een beetje hetzelfde als wat Anna Blaman had bij die tante. Dat verhaal van dat ze dan naar die tante uit Brussel, die zij best wel hoog had zitten op een bepaalde manier. Van, nou ja, maar die zag mij niet staan, of die zag haar niet staan omdat ze ook niet knap was en niet echt zo'n leuk damesachtig meisje. Wat, terwijl ze het gevoel had van ja, maar ik kan best wel meekomen in en ze was ook geïntrigeerd door dat Brusselse, wat ik heel goed voor kan stellen. En ze wilde wel laten zien dat ze wel wat in huis had. En ik denk dat is het bij mij ook geweest. Ja, bij ons thuis draaide alles om het soort, om de boerderij. Gewoon een mannenwereld waarin het allemaal ging over dingen waar ik dan net het minste verstand van had. Want ja, ik deed niet echt heel erg mee met al die boerendingen. Ik moest mijn moeder helpen in het huis. En ja, daar praat je niet over. Dat is gewoon het klassieke verhaal dat het huishouden niet interessant is en de wereld daarbuiten wel. En dan praat je niet echt mee, terwijl je het gevoel hebt dat je ook best wat te melden hebt. Alleen ja, had ik niet. Maar wel, ja... Dan probeer je op een andere manier aandacht te vragen. Mm-hmm. Maar ja, wat had jij? Ik denk dat het voor mij de veiligste manier is om mezelf te laten zien. Doorschrijven? Ja. En dat is mijn deur naar buiten toe. Dat is het eigenlijk, denk ik. Oké. Okay. En is dat dan hetzelfde als in vriendschappen? Want zij legt die link zo, hè? Die van schrijven is net als zijn wie je bent voor je beste vrienden. Nee, dat vind ik toch iets heel anders. Hmm. Schrijven echt een andere dimensie of zo. Het heeft echt te maken ook met vorm. Gewoon ergens een vorm aangeven. Ja. Dat is gewoon eigenlijk een heel bevredigend iets. En dit is mijn manier. Ik bedoel, andere mensen die bouwen een huis of maken een schilderij of zo. Dit is wat ik doe. En hier, dit is wat ik gewoon altijd al doe en wat ik ook altijd denk te blijven doen. Omdat het blijkbaar voor mij de beste manier is. Kijk even om me heen. Is er iemand die iets wil vragen? Ja? Dan ik kom naar u toe, want als het goed is heb ik zo'n... Wauw, 1,5 meter. Ja. Anne Blaman was dus niet alleen schrijfster, ze gaf ook les. Ik heb namelijk wel les van haar gehad in Rotterdam. Wow. Franse literatuurgeschiedenis. En dat was heel erg leuk, deze heel erg goed. Maar wat ik wil vragen is,
waarom hebben jullie precies Eenzaam Avontuur gekozen voor deze, voor dit essay? Of heb jij dat gekozen? Oh ja. Want ja, vrouw en vriend en op leven en dood en zo, dat zijn ook, ze heeft heel veel geschreven. Ja, ik heb dat ook allemaal gelezen eigenlijk hoor. En ik heb me niet willen beperken tot Eenzaam Avontuur, maar de citaten komen daar wel allemaal uit. Dat klopt, ja. Dus in die zin lijkt het een beetje eenzijdig, maar ik heb eigenlijk al... Ik had niks van haar gelezen en ik werd gevraagd om een essay te schrijven naar aanleiding van een essay van haar en dat heet Angst en Uitzicht. Maar dat vond ik dus een beetje te groot. Toen dacht ik van nou, ik ga gewoon alles lezen en dan, ja, nou ja, wat, waar ik de hand op kon leggen, zou ik maar zeggen. Maar uiteindelijk zijn de citaten die ik heb gebruikt vooral uit Eenzame Avontuur, omdat ik dat het laatst had gelezen. Dus dat meest, dan is het idee voor je verhaal wat meer grijpt. Want in het begin dan had ik nog helemaal geen flauw idee waar ik het over ging hebben. En op het laatst wel steeds meer. Dus daarom komen die citaten. Ik heb haar boeken heel lang geleden gelezen, in 62 of zo. En zelfs twee keer. En ik vond dus Eenzaam Avontuur het minst mooi. Daarom dacht ik, waarom gaat het alleen daarover? Ja, het is wel. Dood vond ik een van haar mooiste boeken. Oh ja. Het is ook het boek wat nu opnieuw uitgegeven gaat worden, Eenzaam Avontuur. Oh ja. Ja, het is wel haar bekendste boek in principe. Maar ik vond het ook het moeilijkste boek. Die andere boeken lezen ook veel makkelijker. De Eenzaam Avontuur heeft gewoon iets thuis ook. Ja, dat vond ik. Ja. Wat anders? Geen vraag. Maar nog eventjes, wat weet u nog over haar te vertellen? Want als u les van haar heeft gehad. Nou, ik heb de bibliotheekopleiding gedaan in Rotterdam. En daar gaf zij dus literatuur, geschiedenis, Frans literatuur. En meestal was ze een beetje aan de late kant. En dan werd er heel hard geroepen, Anna, ziet er nog niets komen? En ze was heel erg goed in lesgeven ook. En ook heel gezellig gelijk. Ze had het eigenlijk over van alles. Mm-hmm. En natuurlijk het meeste nog over de Franse schrijvers. Zoals Sartre en de Beauvoir en zo. Ik heb er heel erg van genoten van haar lessen altijd. Leuk. Mm. Ja. Ja, heel leuk. Maar dat las ik ook wel terug, dat ook in dat boek van die zus, dat ze ook de mensen een beetje bij haar weg moesten houden, omdat haar gezondheid het op een gegeven moment, het werd gewoon te veel. Maar dat ze enorm, echt heel veel charme had en dat mensen dus ook altijd het gevoel hadden dat ze helemaal begrepen werden door haar. Ja. Ja, het moet een bijzonder iemand zijn geweest. Maar mooi. Leuk. Ja. Iemand anders nog een vraag? Het hoeft niet. Dan, wat goed. Het is echt ontslachtig met het team. Ik weet niet of ik het goed begrepen heb, maar ik dacht dat ik soort van kon herleiden dat jullie allebei een beetje de angst hadden om hard te zijn in jullie schrijven. En ik vroeg me af of jullie dat dan per se als iets negatiefs zien. En ook of dat dan niet uiteindelijk soort van tot zelfcensuur leidt. Als je dus soort van niet hard wil overkomen. Ga jij eerst? Ja. Sorry, maar dan ga ik dus antwoorden met mijn rug naar jou. Nee. Zal ik hem anders? Ik kan hem ook. Ja. Dat gevaar voor zelfcensuur, dat zie ik ook wel. Uiteindelijk is schrijven voor mij ook altijd wel moed verzamelen. En gewoon wat ik net zei, ik ben in smaak denk ik iets veranderd. Dat ik het vroeger leuker vond ook om harder te zijn. Maar aan de andere kant, hardheid. Misschien dat ik het woord nu moet vervangen door scherpte. En dat blijf ik onverminderd, volgens mij. Dus zo ga je echt gaat merken van ik durf dingen niet op te schrijven. Ja, dan moet je gewoon ophouden, denk ik. Ik kan soms een fantasie over mezelf hebben dat ik een hardere schrijfster ben dan ik in werkelijkheid ben. Maar hoe dat precies zit, weet ik niet zo goed. Maar ik heb gewoon wel mijn manier om hard te zijn, denk ik. Ja,
Ja, ik heb gewoon geen heel duidelijke gedachten over, behalve dan dat het best een problematisch iets is. En dat ik niet, het is niet constant hoe ik daarmee omga. Dus kijk, ik heb bijvoorbeeld een schrijfster die ik heel erg bewonder en met wie ik me thematisch wel verwant voel, maar die veel beter is dan ik, Alice Munro. Die zie ik niet als iemand die, niet als iemand die heel hard is, een harde schrijfster. Maar ik denk dat haar omgeving dat heel anders ziet. Die dochter van haar, die heeft zulke dingen ook wel gezegd. Ja, het zit hem. Ja. Het zit hem in het schrijven zelf al. Ja. Er is eigenlijk niet aan te ontkomen bijna. Want als je iets opschrijft wat absoluut niet kan raken, ja, wat hou je dan nog over? Het schrijven zelf is gewoon al een, in die zin niet per se alleen maar aangenaam voor de omgeving. Is het omdat je eerlijk probeert te zijn op een bepaalde manier? Ja, je wil gewoon iets echt opschrijven zoals je het ziet, of zoals je denkt dat dat moet, of dat het een soort eigen waarheid in elk geval. Ik bedoel niet de waarheid, maar wel een, het moet iets waarachtig. Ja, zo, ja. Waarachtig is een beter woord. Ja. Dus als ja, dus er moet soms gewoon. Ja. Maar dan één vraag, Marja, aan jou, ben je dan nooit bang geweest voor polemiek en dat soort dingen? Dat zou mij, als ik. Dat zou er doodsbenauwd voor worden als ik kritieken zou schrijven. Nee, toch niet. Nee, nee? Dat is wel gewoon een deel van. Ik zie dat toch, dat zijn gewoon de regels. Dat hoort erbij. Ja? Ja. En ik vind kritieken schrijven nog steeds echt heel erg bevredigend. En ja, dat is wel de manier om te laten zien wat je vindt van de dingen. Mm-hmm. En natuurlijk roept dat weer wat op, maar dat vind ik prima. Okay. Ja. Maar dat vind ik ook echt iets anders, want dat moet er ook gewoon zijn. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen wat goed is en wat niet goed is. Ja. En dat is heel belangrijk dat dat gebeurt. En inderdaad, dat is fair play of zo. Dat vind ik iets anders dan wanneer je het in een... In een boek van iemand die niet iets zelf heeft gemaakt misschien, maar gewoon een bijstander was. Ja, dat is ook niet zo. Zeker in fictie niet, gaat het niet zo één op één. Dan is het niet zo aan de hand. Maar dus in non-fictie, wanneer je. Ik weet ook nooit goed in hoeverre ik het over mijn vriend moet hebben, bijvoorbeeld. Ja, dat is iemand met wie je gewoon leeft in een huis. Als je het over jezelf hebt, kan je bijna niet aan ontkomen dat er ook die huisgenoot is. Nee, daar moet je niet over hebben. Nee, ik weet het, ik doe het ook niet. Maar het is wel iets wat zo in alles meespeelt in situaties, in scènes. Mm-hmm. Dat je ze dan, of als je ze weglaat, dan kan je dat niet gebruiken bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, ik vind het lastig. Ja. En je bent heel stellig daarin trouwens. Ja. Op het verdonkere manerige af. Rigide af, ja. 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 Ik zie wel bijvoorbeeld in columns. De een heeft het dan over de vriendin of de man. Dat vind ik zo vreselijk. Ja? Ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik vind het dat totaal weglaten eigenlijk ook een beetje gek. Maar goed, dat heb ik ook wel eens opgeschreven. Ik lees het liefst toch over alleen een onbeschermd iemand, een onbeschermd ik. En niet zo gauw er een vriend, een partner, een huisgenoot, dan kan ik alleen nog maar denken aan mensen die op een bank zitten samen. Maar dat is grappig, want beschermd, dat hoeft helemaal niet. Je kan ook ruzie hebben, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, maar dat zou ik dan weer niet op durven. Nee, oh ja. Ja. Hey. Ja? Je had het ook over het dédain, Anna Blaman. Is dat in haar essays ook zo? Want die heb ik niet gelezen. Ja, wel. Want ook. Dat is natuurlijk een verschil of je je romanpersonages met dédain behandelt of dat je dat werkelijk vindt. Ja, nee, in haar essays is ze tamelijk duidelijk over wat ze in het algemeen van mensen verwacht qua levenshouding. Dus dan schrijft ze het in het algemeen op. Nee, maar dat is niet heel erg aan de tijd verbonden. Jawel, ik denk het.
denk het ook wel. Maar ze vindt wel heel erg dat mensen niet moeten zijn zoals een boom is, zal ik maar zeggen. Je moet jezelf verwezenlijken. Je moet het goede doen en je moet continu zelf bepalen wat dat goede voor jou is. Dus ze heeft echt helemaal niks met luiheid en mensen die maar gewoon achter anderen aanlopen of zich verschuilen achter een religie of een het communisme ook niet. Dat was ook haar ding niet. Nee, het is niet zo dat je... Ze houdt niet van groepsmentaliteit, zeg maar. Je moet zelf nadenken. Ja. Dat brengt me een beetje op de laatste vraag die ik jullie wil stellen. Stel, ze zou nu tijdgebonden... Stel, ze zou nu leven. Waar zou ze nu op neerkijken? Of wat zou ze nu... Wat verhouding zou ze vinden dat je nu iets positiever geformuleerd? Wat zou ze vinden dat je nu... Wat nu het goede zou zijn? Wat zou je moeten doen als mens? Denken jullie? Ja, om dat voor iemand anders te zeggen. Het hoeft ook niet waar te zijn, hè? Maar wat zou je denken? Ik denk dat ze heel bang is voor trivialiteit. Mm-hmm. Ik denk dat ze heel erg altijd alles vanuit een soort degelijke kennis... maar goed, dat is om er iets te noemen waar ze echt op neer zou kijken. Ja. Ik weet het niet. Ja, zij is zo in die tijd zichzelf geworden, zou ik maar zeggen. Ja. Dat ik, je kan iemands ontwikkeling niet zo eventjes... Ze heeft ook zo'n heel mooi essay over waarom zijn er geen vrouwelijke genieën. Had je dat gelezen? Ja. Maar dat is een gewoon... Maar dan is ze zo optimistisch over de toekomst. Ja. Misschien is ze gewoon wel heel blij als ze er nu zou zijn. Dat ze minder alleen is, denk ik. Of is dat heel naïef? Ik vind het wel een mooie bedacht. Ja, dat zou kunnen. Ik zat toen natuurlijk ook dat stomme tribunaal over de boek. Ja, weet je, dat soort dingen. Ja, daar heb ik nog niet eens over gehad. Dat lijkt me best wel eenzaam ook. En dat was denk ik ook wel heel kwetsend. Ja. Maar over die eenzaamheid zegt ze wel dat het niet was omdat ze op vrouwen viel. En dat dat in die tijd ingewikkeld was. Of dat ze geen vrienden... Daar had het niks mee te maken. Die eenzaamheid bedoelde ze echt heel erg existentieel. Dus dat je nooit de ander... Echt kan benaderen. Ja. En dat was natuurlijk wel ook in haar eigen leven aan de hand. Met die verpleegster die ze wel en niet in haar leven had. Dus, maar dat je echt de ander echt... Ja, zo bij de ander kunt zijn. Dat je bijna oplost. Hoe zeg je het? Dat je het samenvalt. Dat niet mogelijk is. Daar gaat die eenzaamheid over. Want ze was helemaal niet een eenzaam figuur. Zo, als ik het zo lees, was ze juist heel erg... continu op reis naar vrienden, heel de tijd bezoek. En een hele leuke lerares blijft. Ja. En dus geen... Ze heeft echt helemaal niks met kinderen. Dat vind ik ook heel grappig. Dus het is helemaal geen gezinssituatie. Nooit wordt dat beschreven. Er komen nooit kinderen voor. Nooit frustratie erover. Het gaat er gewoon niet over. Nee. Niks. Nee. Ook wel weer eens fijn. Ja. Dat is wel grappig. Ja. Want het kind is net toegelaten. Of het jonge kind, zeg maar. De baby is net in de literatuur. En zijn het eigenlijk ook alweer zat. Hè? Dat mag eigenlijk net. 10 jaar of zo. Ja. En dan ben je alweer klaar mee. Ja. 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 Nou ja, moet je even opschieten, Franka. Ja, er komen nog meer baby's in de literatuur. Het is gewoon een trend. Mm-hmm. Ik zie nog één vraag, sorry. Ik ben nog helemaal niet bij je gekomen. Was dat meteen de laatste? Ja, misschien nog een klein beetje terugkomend op het essay... over hoe zij kijkt naar de vrouw van de toekomst... Haar pseudoniem betekent natuurlijk ben liever als man. En ze schrijft ook eigenlijk alleen maar over heteromannen. Misschien, maar... hoe stond zij nou precies tegenover haar eigen vrouw zijn? Heeft ze het daar ergens over in een boek of in een essay?
Je bedoelt of ze zich als vrouw, of dat ze liever een man was geweest of zo? Bedoel je zoiets? Of, Hoe keek ze er naar? Was het iets wat ze liever kwijt wilde? Of was ze er juist wat trots op? Ja, ze thematiseert dat geloof ik niet heel erg. Dat, volgens mij was ze tamelijk tevreden met wie ze was. Behalve dan dat ze dus wel, dat wordt dus gewoon wel heel vaak genoemd, ook in persoonlijke stukken en ook wel in de personages in die boek zit het ook wel vaak. Die uiterlijk wordt heel uitgebreid beschreven. En ze was best wel ongelukkig met haar eigen uiterlijk, als jong meisje al. En ze wilde dus eigenlijk ook geen jurk aan, toch? Nee. Maar goed, ze had het al wel prima opgelost voor zichzelf. Maar in die boeken zie je wel steeds dat ze al die personages die krijgen, beschrijving van uiterlijke, en dat is dan altijd of heel knap. Degene met lesbische gevoelens, die is nooit zo knap. Die is altijd. Dat schrijft ze best wel expliciet over. Of met de handen, en gebitten, die komen steeds terug. Mm-hmm. Ja. Dus ik weet niet of daar iets zit, maar ze heeft het niet zo gezegd van ik had liever een man willen zijn of ik vind mezelf als vrouw dit of dat. Dat geloof ik ook niet, maar dat weet ik niet. Ja. Er is nog iemand een biografie aan het schrijven, hè? Aad Meinders van. Ja, ze is er lang mee bezig. Ja. Ik was heel mee bezig toen ik net in Heilhof begon. Toen kwam ik hem tegen steeds. Oh? Ah. Toen vertelde hij dat ook al over zijn fascinatie voor Anna Blaman. Wat was dat? Weet je dat? Dat heb ik op een hele belachelijke manier opgeschreven in mijn boek. hij sloeg zijn ogen op naar het plafond en zei: het is dat hele lelijke van haar in combinatie met dat tomeloze seksuele. Ben je dat? Ja, ik vond het juist. Zo heb ik het vastgelegd. Dus nu is het in mijn herinnering ook zo. Maar, ja. Ik vind dat niet zo lelijk opgeschreven. Nee, ik kan het eigenlijk wel begrijpen. Ja. Ja, maar als fascinatie waarom je... Hij vond het ook... hij vond het niet erg, zei hij later. Gelukkig. Ja, ik vind eigenlijk ook Anna Blaman helemaal niet lelijk. Maar goed, dat is... ook niet zo belangrijk detail. Maar anders dan Nettie Nijhoff. Nettie Nijhoff die kleedde zich ook wel echt als een man. Of die had daar wel plezier in. Omdat haar helemaal achter... Maar goed, die was ook wat eerdere tijd. Misschien was het toen ook wat modieuzer. Voor sommige vrouwen om echt een pak aan te doen. Of een beetje paardrijkostuum of iets. Maar zij had trouwens ook die stoere kant, hè? Anna Blaman ging wel op de motor naar Parijs en zo. En in die zin, ja. Dat was er ook wel. Ja. Maar ze kleden zich op die foto's zijn altijd vrij netjes. Ja. En motor staat in Rotterdam, hè? Ja. Ja, leuk. Ja. En ze wandeling maakt door Rotterdam. Ik ga jullie, als er geen vragen meer zijn, heel hartelijk danken. Franca Treur, Marja Pruijs, voor dit gesprek. U heel bedankt. Erg bedankt dat u erbij was vanavond fysiek. En u toch ook wel heel erg bedankt voor het kijken. Kom de volgende keer weer gezellig hier in de zaal zitten, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Dank.